Hij wordt weggestuurd. Is dat de gelijkmaker? De bal komt terug van de lat. Binnen 2 uur ben ik onder de baan. Maradona met de bal aan de voet. Inderdaad. Ze zijn de hele wedstrijd al netjes op maat. Blanc speelde het langst voor Montpellier. Nu Pelé. Allee. Lionel Messi. Ja. Oh, dit kan een kans worden. Bal over de lijn. Eerst stond hij meteen met Brugge, inderdaad. Ja. Geweldig. Hij heeft wel Matthias mogen noemen ze. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Balbezit voor Diego Maradona. Hernandez. Oh, de Bruyne, zo. Blanc speelde het langst voor Montpellier. Alves da Silva. Maradona met de bal aan de voet. Diego Maradona aan de bal en dan gebeurt er meestal wat. Ja, hopelijk krijgen we zo de solo fysiek. Matthäus werd in 1999 Duitse voetballer van het jaar. Goed aan de zijkant van de bal. Het wordt een doeltrap. Maradona met de bal aan de voet. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen. Henri met het schot. Een listig schot hoor. En zoveel schot. Lucatje. Nee, het was een goed idee om die bal met de binnenkant te trappen. Komt straks wel wat uiteraard. Het is te veel effect mee. Harry. Daar is Pelé. Jee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 e
Doe wat ik zal om 6:30 kom ik af. Door aan de zijkant, ik kan nu voorzetten. Stuit op de verdediging. Zie je niet meer om. Balbezit van Henry. Hij is er vandoor. Dat is het. Hoe dat je dat zegt. Oh shit. Ik weet niet waarom je dat nu ging komen, maar ik weet het niet. Van 6:30. Absoluut, ik zie dat ook graag. En het is toch fijn dat dat bestaat, de voordeelregel. Nu Geeling. Ja, zeker jongen, op 5 minuten. Ik zal daar al zijn, pijs ik. Hey Arne. Ja, ik kan alle als altijd. Ja. Als je een tafel hebt, ik voor iedereen te leren kennen. Oh putain gast, wat een goal gast. Diego Maradona. Ja, fantastisch. We vechten. Dit had ik niet. Ik vecht nooit. Deze afstand. Eén van de mooiste doelpunten van dit seizoen, denk ik. Tja, ik kan wel zeggen dat ik verbaasd ben dat die bal erin is gevlogen, maar dan zou ik toch een beetje jokken, joh. Dus jij wilt ook vechten met mij. Inderdaad, Evert, hij speelt ver onder zijn niveau. Hij kan ook met nederlaag aan. Want ik was laag geclasseerd. Daarna. En hij ook dan mij, dus ik vind dat dat normaal is. Voilà. Maar speelt hij nu nog? Hij is gestopt zeker. Ah wel, ik ga Okocha opbrengen. Mijn kleren worden vanavond te veel. Dat is toch nog herpakt. DJ Huffman. Ik flex met Huffman. Snap je? Okocha speelde 84 keer voor Paris Saint-Germain. Delaimi. Snap je? Ik flex met die Huffshit. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer uit? Matthias gaat dan nog wel leren kennen voor mij. Ik flex met die Huffshit. Kijk, kuisten van Huff. Ik heb een Geert Roos heeft je een bericht gestuurd. Om wat? Matthäus is een van de succesvolste Duitse. Maar dat is zeven jongen. Mogelijke goede kans. Daar geloof ik niets van. De Roeklet zegt dat hij hem een bericht hebt gestuurd. Daarnet, maar dat is, dat is sowieso zeven. Nee, gewoon dat ik ga afkomen. Maar dat is sowieso zeven. Ik geloof dat toch niet.
moet zeggen dat je moet opletten dat je daar geen toeren tegenkomt met mij. Dat je geen toeren tegenkomt. Jongens, balbezit voor Henri. Eens kijken wat hij gaat doen. Ik ga precies net zetten, ik ga met Fiets daar maken. Wat blieft. Ik ook, moet juist nog mijn haar doen en dan dat is het. Moet niets niet meer doen eigenlijk. De Bruyne. Houd u. Ja, salut man. Maar waarom gaat hij er nu al af, de jaren? Het is lopen met de bal. Waarom gaat de jaren er nu al af? Het is toch nog 2 uur. Nee, je moet er ook wat geluk bij hebben. Want die bal is behoorlijk afgelopen. Hoe kort jou speelt. Ja, hij, Arne, moet hij niets meer doen. Van de voorbereidingen. Er zijn nog 8 minuten reguliere speeltijd over. Dat was een. Alsjeblieft, Geroet, alsjeblieft. Een ander. Wat was het? Brent? Was dat Brent? Meen je dat? Maar skip dat gewoon. Dit lijkt nergens op, Joris. Hij is slecht genomen vrijheid. Ja, oké. Moet plaats 5 aan, heb 51. Wat de gedachte was achter deze poging. Kevin de Bruyne. Sorry. Dat is wel een beetje grappig. Nog 5 minuten. Maar ik ben ook zo de type die dat zo altijd meemaakt. Ik weet niet waarom, maar. Fellaini. Antoine Griezmann. Dat ik ook zo de gast ben die dat zo altijd meemaakt. Geen probleem. Het is exact hetzelfde. Maar ja, maar. Niet super goed kennen, hè. En bijna iedereen, dat is ook niet waar, hè. Ruben ken ik, Jarne, Brent, Davy. En wie komt er nog? Davy komt niet. Ik moet ook de volgende dag werken, zo. Maar wel in de namiddag, dat is anders. Ja, mijzelf, Jarne ken ik. Is 4, 5, ja. Arno ken ik ook niet. Hij is de Arno. Hij is 6, ja, oké. Okay. De 7 van de 10 ken ik. Alles. Valt mee. Wie? Ah, serieus? Nee, wat? Mijn pa vroeg als Willem niet moest gaan. Hij dacht dat wij ook samen spelen met Willem. Maar dat is niet die squad. Huh? You know the reason we are. Vertel het alsjeblieft. Nee, niet doen host. Niet doen host, nee. Welke? Ah, oké. Okay. Nee. Laat maar. Ik geloof u. Wat? Mijn... Ik heb geen idee. Nee. Het is maar in augustus. Ja. Ja. Oei. Such a big team.
Alisson Becker in de goal. Hallo beste kijkers, ik ben even ten Apel en naast mij zit ex-international Juri Muller. Ja, dat klopt helemaal even. Ik heb zin in deze wedstrijd. Het komt er toch, meisjes. Ah? Mooi jongen van 46 en 45. Ho ho ho. Wat blief? Dat zijn vrouwen. Ah ja, maar ik snap dat, ik snap dat. Superster bent of een jonge bankzitter, dit zijn de momenten waarvoor je het doet. Ja, Evert. Schot van Griezmann. De bal gaat via de paal binnen. Lol. Yes, mijn tegenstander is er niet, het is alleen over mij. Het eerste doelpunt vandaag. Casimiro. Ruben kan wel winnen, hè. Hij was al van mij gewonnen. Ruben van Mello. Nu Pelé. Komt hij niet? Pelé werd in 1940 in Brazilië geboren. Waarom komt hij niet? Bijnamen was, ja, die taal alleen al is geweldig, Juri. Er komt niemand van die pingpongvrienden. Dat vind ik jammer, zeg. Lekker combinatiespel. Griezmann. Die bal lijkt op maat. Zelfde Brecht deathmatch, nee. Deco aan de bal. Ik zou hem uitnodigen. Ik heb vragen als hij mijn plus 1 wil zijn. Goed. Dat ziet er kansrijk uit. Ja. De motor. Of hoe was dat hij noemt? Alle fans aan dek in de achterhoede. Waar ze de grootste moeite hebben om de bal weg te trappen. De tegenstander. Dus maar het geveler, oh dat is nice. Ik zou die skin draaien voor de moment. Antoine Griezmann. Die, daar komt de gelijkmaker, denk ik. Juist, jij zet uw challenges aan het doen. Rui Costa, de bal vertrekt van de schoen. Komt daar het doelpunt aan voor Griezmann. Waarom? Nu moeten ze kanten. Griezmann met een schot. Allee. Ça va. Als jij eraf gaat, ga ik er dan ook af. Best wel wat meer ingezeten, maar je moet het ook nog. Ah. Moet ik een bakje meepakken of niet? Deco aan de bal. Eens kijken wat Deco voor plan is met de bal. Nou, ik vraag me af of hij vandaag weer de wedstrijdbal zal opeisen. FIFA met 5 tegen 5. Had je 10 bakjes. In 2004. Pelé heeft hem. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Ik ga wel niet mijn nieuwste boxje meenemen. Ik ga gewoon een zwartje meepakken. Alles? Gary Lineker. Op het WK van, ja, voilà. 86 in Mexico met Lineker topscorer van het toernooi. Maar ja, hij gaat dat sowieso wel meenemen. De kwartfinales. Ja, hoor. Argentinië. En die werden ook heel kampioen. Goede kans om de bal naar het midden te krijgen. De Bruyne, sterk gekeept. Die doelman begrijpt dat je zo'n bal naar de zijkant moet slaan. Ze mogen een hoekschop nemen. Korte corner. Die voorzet is bestemd voor de Bruyne bij de tweede paal. Twee meisjes. Pak die bal op. Lilleker. Nee, ik heb maar één box. Ik heb maar eentje kunnen meepakken. Moet je dat zien? In een VR-plooi. Goh. Ik zeg één van de beste spelers in Europa, Evert. Ja, dat kun je nu weer eens zien. Maar, ja, we zijn weer dus terug bij af. En dan moet je op die app gewoon kunnen daar spelletjes op spelen. En neemt de bal mee richting het doel. Gaat die voor eigen succes? Ja. Dus gewoon die VR-plooi, daar haalt goed. Ah, oh ja, mijn GSM pak ik sowieso mee.
dat zal een flink karwei worden, maar het verschil is maar één doelpunt. Maar ik weet niet, ik heb het nog niet geprobeerd, hè. Ik heb het nog niet geopend. Maar ik ga die bril niet open doen, hè. Casimiro. Maar nee, gast, dat is een cadeau. Ja? Jordi Alba. Wat? Dat is niet zo. Nou, hij gaat schieten of probeert maar nee. Om bij te komen. Hernandez haalt uit. De bal gaat via de verdediger over de achterlijn. Als hij niemand een cadeau heeft, ga hij eerst op die cadeau spelen en dan die cadeau geven. Kevin de Bruyne. Uithalen zou ik zeggen. Doelpunt. Fellaini scoort gewoon op een corner. Nee, ça va. Dat dacht ik ook zo eerst, maar online kostte dat veel goedkoper. Maar het probleem was, we konden online niet meer kopen, want de levertijd was 3 weken. En ik had er nog maar een week op voorhand aan gedacht om dat te kopen, als het ware. Dus online heb ik het dan. Maar ik had dat wel gevraagd aan mijn ma, zo van, kunnen we een VR-bril? Niet voor mij, hè. Ik had dat gevraagd om dat te komen. Voor u. Zie je het zo, man. Die is er vandoor. Wanneer wordt hij er doorheen? Wat blief? Ja, in het netje. Ik heb niet voorinstinct doen ze dat in Duitsland. Loer op dat ene kansje en er staat als die bal voor het doel komt. Keurig afgerond. Want die keeper daar te zoeken heeft. Maar ik weet niet als ik u ga uitnodigen, ze. Keepertje stond niet op zijn plek. Ik weet het niet, ik weet het niet. Spelen zo wel erg makkelijk. Nee, grapje. Hij mocht komen. Mogelijk een goede kans. Sowieso. Hij heeft de bal alweer te pakken. Ze waren en de Jarre ook. Terug. Goed gedaan. En de Jonathan ook. Maar daar stopt het. Van Heeresbergen, hè. Nee. Dat zei ik. In mijn tuin, ja. In mijn huis. En ik ga wel mensen invijten van de pingpong. Maar niemand van school. Of één iemand anders, ja, inderdaad. Ja. Maar die jongen drinkt ik denk alleen maar cola. Hij mag niet van zijn geloof, dat is waar. Danilo. Ja? Paulinho. Ja, want Marcelo. Was zo close natuurlijk met een meisje, maar... Hij had dan gezien dat ze een keer vodka had gedronken op een 5. En vanaf dat hij dat had gehoord, heeft hij er nooit meer mee gepraat. Dus. Ja, inderdaad, exact. Die dronk alcohol. Dan heeft hij er nooit meer mee gesproken. De aftrap voor de tweede helft is genomen. Dat was toch dan een super mooie eigenlijk. Ja, ja. Ik denk wel dat we in de tweede helft hetzelfde mogen verwachten. Dikko in de man. Hij deed die paas onder schep. Ja, hij gaat richting doel. Komt daar het doel. Ho, wat een goal. Wat een goal, Jarne Roekuit. Griezmann bekroonde een weergaloze wedstrijd. Ik steek zo Griezmann diep met zijn ogen bal. Griezmann. Pakt in een bot toch niet op de volley, zeg. Ja, een ander gaat lieven. Rage quit, ik voel het. Ah, nee, toch niet. Dat verwonder me. Wie was dat nu weer? Brent. Nee. Ah, oké. Oké. Griezmann, fijne bal van Griezmann. Komt hier een kans aan. Het is lichte paniek in de verdediging. Waar ze de grootste moeite hebben om de bal weg te werken. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Waar zeggen ze dat?
Winnen dat nu weer? Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ja. Inderdaad, man. Maladon met de bal aan de voet. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. Wale! Paulinho. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Oscar, nu gewoon. Zij denken zo dom van mij, maar ik heb dus Fellaini in de plaats van Ronaldinho gezet. Maar Fellaini speelt echt 1000 keer beter, want het is op verdedigende middenvelder. Maar Ronaldinho kan er niet. Ken die niet? Ah, oké. Okay. Dacht al. Wat blief? Mijn broer waarschijnlijk. Ik ken het niet. Van Ronaldinho kan. Ja. Paal en uit. Ah, zij de voort, alles. Doucht u. Ja, ja, binnen een half uur is de eerste vrouwtje daar al. Sorry, man. Subit. Yo. Ah. Kevin de Bruyne. Is voor de rook uit. De Bruyne zal zich lekker voelen daar op de vleugel. Hernandez. De Bruyne. Nee, de Bruyne schiet niet nog op, Griezmann. Coutinho. De Gea. Komt die bal over de lijn. Blanc speelt dan het langst voor Montpellier. Douglas Costa. Bal midden voor het doel. En weer komt die bal keurig aan. Hij speelt een prima wedstrijd. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Fellaini. Moore aan de bal. Hernandez. Als ze snel handelen, kunnen ze toeslaan in de omschakeling. Verdediging blokt. En hij geeft de bal terug aan de keeper. Douglas Costa. Antoine Griet. Nou, Douglas Costa, doe het. Neemt hem op zijn slot. Jongen, dat was een weggevertje, zeg. En dat op dit niveau. Irving Lozano. De tegenstander heeft alle tijd om die bal aan te nemen. De Bruyne. Kimmich. Daar zit de tegenstander tussen. Dat is een vrije trap. Carles Puyol. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. De actie binnendoor op zoek naar het schot. Hij vlacht voor buitenspel. Moeilijke beslissing hoor. Want hij had een vrije schietkans.
Nog 10 minuten te gaan. Luis Hernandez. Pelé. Uithalen zou ik zeggen. De keeper heeft hem. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Die is er doorheen. Een lage voorzet. Marcelo. De bal wordt voor het doel gebracht. Moore neemt geen risico. Balbezit voor de Argentijnse voetballegende Diego Maradona. Hij neemt de bal mee richting het doel. Op de pantoffel. Ze blijven het proberen. Al lukt het dan nu niet. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Hernandez. Schot van Griezmann. Antoine Griezmann. Doelpunt. Ja, de beste speler van de Fransen. En hij scoort weer. Als je keeper geen bal tegenhoudt, dan wordt een nederlaag onvermijdelijk, zo vrees ik. Geloof me, hij houdt echt helemaal niks tegen. De wedstrijd is grotendeels gespeeld en het lijkt me duidelijk wie zometeen met de winst naar huis gaat. We hebben nog 2 minuten aan reguliere speeltijd. Dinneker met het balbezit. Antoine Griezmann. Heerlijk paasje van Messi. Blanc won met Auxerre in 1996 de Franse beker. De schijn, heerlijk paasje van Messi. Willeke met een schot. Een beauty. Pas een paar minuten in het veld en dan scoren. Ja, daar droom je als invaller van. Gauw wissel hoor van de trainer. Een mooie bekroning van een geweldige wedstrijd. Het is al lang gelopen natuurlijk, maar toch blijven ze maar doorgaan. Ze hebben flink aan hun doelsaldo gewerkt, ja. Dat kan natuurlijk nog zeer belangrijk zijn. Opgeruimd staat netjes, denkt Moore. Ronaldinho aan de bal. Het duel zit erop. Als we nu eens naar Griezmann kijken, heeft hij een beetje kunnen imponeren? We beginnen aan de eerste groepswedstrijd.